Je komt bij een kruising, kan rechts, links of rechtdoor. Toen je van huis ging, was het hiervoor. Dit is precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel willen verlaten. De blues verlaat jou niet. Ja, en hoe lang denken jullie nog door te gaan? Wat is dat nou voor een vraag? En ik dacht, dat is een hele reële vraag. Hij wou ermee omhouden. Dat is bijna voor een lul gewoon. Maar ik zeg je niet wat ik nu heb, dat ik eigenlijk zeggen moet. Super. Erg leuk. Heerlijk, 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 heerlijk. Vreemd is het, ik kan geen plan maken. Ik hol overal maar zo'n beetje achteraan. Drie jaar geleden wordt het kantoor opgebeld van Solomon Burkes in Nederland. En die wil zaterdag wel met jullie een paar liedjes meezingen. Die! Ja, hij vindt ons goed. Hij wil plaat met ons maken. Ja, jezus man. Opeens was het er. En, het was helemaal los. Prachtig. Dat is mooi. Don't let go. Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse soulzanger Solomon Burke is overleden. Ik had meteen het gevoel dat we moesten spelen. Daar ben je muzikant voor. Hij verheugde ons, weet je wel. Op van alles nog, hè. Dus ja, dat is kut. Dus je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. Je gooit je bijl neer. Waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je kan wel de blues willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet.